Spondyloarthritis, voorheen ook wel Bechterew genoemd, is een reumatische ontstekingsziekte. Heeft u spondyloarthritis, dan heeft u vaak last van pijn en stijfheid in uw bekken en uw rug. Maar soms kunnen ook andere gewrichten ontstoken zijn. De ziekte verloopt bij iedereen anders. U kunt last krijgen van klachten zoals pijnlijke pezen en peesaanhechtingen, oogontsteking, een rode schilferende, jeukende huid of ontsteking in de darmen. U kunt zich moe of lamlendig voelen. Dit heeft invloed op uw dagelijks leven. Als u spondyloarthritis heeft, heeft u een groter risico op andere ziektes, zoals hart- en vaatziekten of depressie. Spondyloarthritis is voor een deel erfelijk, maar ook een ongezonde manier van leven draagt bij aan het ontstaan ervan en kan de ziekte ernstiger maken. Om te onderzoeken of u spondyloarthritis heeft, kijken we bij Reade of uw gewrichten gezwollen zijn. We onderzoeken of u pijn heeft aan de peesaanhechtingen en we onderzoeken de bewegelijkheid van uw bekken en rug. Op basis van uw klachten en de verzamelde gegevens bepalen we samen met u wat de beste behandeling is. U kunt zelf veel doen. Uw klachten kunnen vooral verminderen als u blijft bewegen en overbelasting voorkomt. En als u gezond eet en zo zorgt voor een gezond lichaamsgewicht. Medicijnen kunnen pijnklachten laten afnemen, waardoor u beter en vaker kunt bewegen. Bij Reade beantwoorden we al uw vragen over uw ziekte en kunnen we u helpen om weer grip op uw leven te krijgen.